Dat zoeken we. Een rasartiest die ons de bek doet openvallen. Iemand die dat wil bereiken, is deze dame. X-Factor, yeah! Ik ben Sabrina McCain en ik ben 21 jaar. Ik kom uit Zuid-Sudan, maar mijn nationaliteit is Nederlands. Ik heb meegenomen mijn moeder en mijn buurvrouw. Ik denk zij is de X-Factor van deze jaar. Ja. Zij is goede zinger. Ik doe mee op X-Factor omdat ik wil Nederland mijn talent zien. I want to prove that I'm a star. Wie ben jij? Sabrina McCain. Oh, alright. Dat is een goede artiestennaam. Hoe oud ben je? 21 jaar. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik studeer HBO, International Communication Management. Maar je wil liever... Dit is wat ik wil. I want to be a star. Oké, en denk je dat je het in je hebt om een ster te zijn? You have to see. Je moet zien. Wat ga je zingen? Respect. Succes. Yes. Om echt een goede auditie in te zetten. Je probeert het allemaal, maar lieverd, je hebt het niet. Je hebt niet een hele goede zangstem. Nou, dat is gelul. Ik heb een andere nummer. Nou, ja, nee. Ja. Nee, Sabrina, dat heeft niet zo heel veel zin om het andere liedje te gaan zingen. Want volgens mij klonk het in jouw hoofd heel erg goed. Maar als je dan hier zit... Ik ben zenuwachtig. Ja, en ik word ook zenuwachtig van. Als iemand namelijk geen één noot goed zingt, dan word ik ook zenuwachtig. Je bent ontzettend sexy om naar te kijken. Je hebt alles mee. Behalve dat het lijkt alsof er iemand op een kat gaat zitten. Als je gaat zingen. Dank je. Ook dit is X-Factor. De realiteit die de droom wreed verstoort. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik vraag voor een andere kans, maar zij zegt nee. I'm terrible. So, I don't know. Jullie hebben er horen repeteren ook. Ja, ging dat heel anders? Ja. Ze heeft hier nog in de hal, ze heeft op het station zelfs geoefend voor de trein. En iedereen stond te applaudisseren en te klappen, het was goed. En dat was loopzuiver. Ja. Heb je dit wel eens eerder gedaan, op deze manier? Als je in je eentje staat of met mensen die je heel goed kent, dan is het waarschijnlijk wel zuiver. Althans, dat neem ik direct aan. Maar als je voor mensen komt te staan, dan gaat er een knop om, denk ik. Daar moet je iets mee gaan doen. Ja, hou je taai, hè? Vang er een beetje op, hè? Het komt goed, hoor. Nou, fijn. Dank je wel. Ik reken erop.